vraag of wilt u een melding doen van discriminatie of een andere mensenrechtenkwestie, toets dan een 1. U wordt doorverbonden met het juridisch spreekuur. Heeft u een vraag? Goedemiddag, college rechten voor de mens. Goedemiddag, u spreekt met Kirsten. Ik heb begrepen dat ik hier ook melding kan doen van mensenrechten schending. En ik wil melding doen van ernstige mensenrechten schending gedaan op mijn lichaam al nu. Ik ga mijn vierde jaar in. En ik probeer eigenlijk al overal aan de bel te trekken. En ik heb meerdere slachtoffers al gevonden in Nederland die hetzelfde ondergaan. En het heeft betrekking op direct gerichte energiewapens. En eigenlijk al het brain mapping project, wat eigenlijk gewapeniseerd is. De NATO gebruikt het al, hè. Kun je al lezen in cognitive warfare, PDF's, et cetera. Maar het wordt dus in Nederland op burgers ingezet. En dat wil zeggen dat wij pulsaanvallen ervaren, zoals het Havana-syndroom, wat al bewezen is dat het pulsaanvallen waren van die wapens in Amerika. Die mensen zijn, die diplomaten zijn gerechtvaardigd in hun verhaal en hebben een soort met van uitbetaling gekregen, maar zijn natuurlijk wel ten dele invalide geraakt door deze wapens. En in Amerika is daar de Havana Act uit voortgekomen. In Nederland wordt het verhaal nog redelijk stilgehouden. En dit waren dan diplomaten en die kregen dan onderzoek via de staat zelf, maar de burgers in Amerika nog steeds niet. Hier wordt het verhaal nog steeds helemaal niet besproken. Maar we hebben wel een heleboel burgers die nu worden aangevallen in Nederland. Waaronder ik. En die aanvallen zijn zo vreselijk. Dat zij soms. Wie vallen die mensen aan dan? Nou, dat moet dus onderzocht worden. Wie is er verantwoordelijk voor deze aanvallen? En wij zijn. Ik ben persoonlijk, toen het Havana-syndroom in het nieuws kwam, ben ik aangifte gaan doen. En ik had me voldoende research gedaan om te staven wat het zou kunnen zijn. Dus dan kun je ook niet zeggen dat je geestelijk instabiel bent, want dan kom je daar niet eens aan toe. Ik had voldoende research gegeven. Maar zij hebben eigenlijk binnen 6 weken hebben zij mijn aangifte geseponeerd, heet dat geloof ik. Omdat er geen dader bekend is. Nee, dat klopt ook, die weet ik niet. Maar dat is de taak van de politie om dat te onderzoeken. Ja. En dus gaat het ook niet naar het OM, omdat zij de zaak gesloten hebben zonder onderzoek. Ja, op die manier. En nu loop ik eigenlijk vast en velen met mij. En eigenlijk de meeste mensen die dit nu melden, wat er allemaal wordt gebeurd, wat er allemaal met hun gebeurt, als zij zich uitspreken naar de politie of op Facebook of op andere sociale media, dan wordt er eigenlijk regelrecht een ticket naar de GGZ. Dus zij worden gedwongen opgenomen. Dus ook als zij verwondingen hebben, worden zij gedwongen opgenomen bij de GGZ en krijgen van daaruit gedwongen medicatie. Wat natuurlijk te gek voor woorden is. Het is straf op straf. Ja. En ze lopen vast en velen plegen op dit moment zelfmoord. Om de ernst van het verhaal. Ik kan u verhalen vertellen die afschuwelijk zijn. Ze proberen mensen echt naar het kwade te trekken met die pulsaanvallen, want het gaat gepaard met remote neural monitoring. Ik weet niet of u weet wat dat is. Nee, zo ben ik ook niet onderlegd. Nee. Nou, dat is dus, en dat wordt eigenlijk al gestaafd in Forbes, et cetera, dat er dus al veiligheidssystemen bestaan in smart cities en worden aangekocht door alle landen, dat ze dus al in onze gedachten mee kunnen kijken, mee kunnen lezen, maar ook mee kunnen schrijven. Dat wij dus met z'n allen gekoppeld zijn aan een soort van D-Wave computer, die dus het AI-verhaal wat alles al registreert, maar ook bepaalde boodschappen terug kan zenden, zoals in synthetische telepathie.
over het algemeen is dat dan gewoon de D-Wave computer met deep learning, dus een soort van deep AI die met je meepraat. Dat noemen ze een chatterbox, maar die kan ook beelden in het hoofd sturen. En die beelden die zijn eigenlijk al van psychopathische aard, dus eigenlijk om de persoon te destabiliseren. En dat is ook allemaal uitgelegd in legerlezingen, et cetera. Dus ik kan dat ook staven. En de NATO-PDF's die staven ook dat het ook op burgers ingezet wordt als het hun uitkomt. Okay. En dat is heel ernstig. Ja. Want dat, daarmee, ja, het blijkt eigenlijk dat er dus een soort van oorlog tegen de vrede plaatsvindt. Dus een mensenrechten schending, maar ook een oorlogsmisdaad op burgers. Dus het is het manipuleren van het brein. Dus in het afluisteren, in het meelezen en in het herschrijven van het brein. En bij mij doen ze dat over het algemeen alleen 's nachts. Geef je afschuwelijke nachtmerries en beelden. Ik kan u een voorbeeld geven, gepaard met een duwaanval. Dus dat is een direct gerichte energieaanval, het wapen. Mm-hmm. Het wapen, en dat zijn fotonische pulsen en elektromagnetische pulsen. Hoogfrequente pulsen. Dus het is een oorlog die gevoerd wordt met energie, dus frequenties eigenlijk. Ja, ja. En dit valt dan niet onder de EHS, mevrouw? Dat valt het zeker, maar alle rechten, het blijkt dat alle rechten gewoon voor ons niet meer bestaan. Dit mag helemaal niet, er mag geen oorlog. Okay. En dat is het punt eigenlijk. Maar om u een voorbeeld te geven hoe ernstig het is, ik krijg dus beelden toegestuurd van iemand die mij in elkaar slaat, en soms een groep van mensen. Ik zie het beeld van mij liggen en er wordt een beeld gezonden van een groepje mensen wat mij aan elkaar schopt. En vervolgens krijg ik die direct gerichte energieaanvallen over het gehele lichaam en de maag en het brein, wat het eigenlijk nabootst. Ja. Maar ik krijg daar wel absolute bloedingen van. Mijn hoofd zwelt op. Dus inderdaad het Havana-syndroom van je hebt een hersenschudding in een hersenschudding. Bij mij is het echt zichtbaar aan de buitenkant. Ik deel het ook met foto's, zoveel mogelijk. En verhalen dus op Facebook om mensen te laten begrijpen hoe ernstig het is. En tot nog toe reageert niemand. En ik kan dus niet naar de politie met mijn verhaal. Die hebben de zaak gesloten. Ik heb dat in de eerste 2 jaar heb ik dus opgenomen en ben ik naar de politie gegaan. De eerste aanvraag hebben zij geweigerd. Daar heb ik dus een klacht over ingediend. Dat ze dus die aangifte aan moeten nemen. En de tweede was dan, we nemen het op. Maar dat was dan niet onder het motto marteling of terroristische organisatie. Maar het was onder, ik mocht het opnemen onder persoonlijke vrijheidsontneming. Nou, dat deed ook geen recht aan mijn verhaal. Mm-hmm. En ze hadden het dus gesloten. En nu staan wij eigenlijk in Nederland met z'n allen met ons rug tegen de muur. We zijn verplicht, we worden eigenlijk gedwongen dit te ondergaan. En er is geen enkel orgaan wat hier nog over spreekt. Ja. Ik heb de AIVD melding gedaan, ik heb de MIVD melding gedaan via e-mail. Ik heb politici melding gedaan en niemand reageert. Wij hebben als ik geloof via Stopeg heb ik me aangemeld dat er een brief richting de staat ging naar, ik weet haar naam even niet, Yildiz, die Turkse vrouw. Ja. En zij reageerde van, ze wist niet waar we het over hadden en heeft u het misschien over tasers? Dus daaruit blijkt eigenlijk dat deze vrouw of doet alsof ze niet weet van neurowapens, die dus eigenlijk overal al worden aangekocht. Of daadwerkelijk niet weet van deze wapens. En dat is eigenlijk misschien nog erger. Ik ga u nu toch even onderbreken. Ja. Want ik ga u even uitleggen waar het college voor staat. Heel graag. Er is een gelijke behandelingswetgeving en die verbiedt dat er discriminatie is tegen bedrijven en of op de arbeidsmarkt. Het college is niet bevoegd om uitspraken te doen of oordelen uit te spreken over nationale instanties. Dus in dit geval mogen wij in uw geval ook niet een oordeel over uitspreken. Wat ik wel kan doen is uw verhaal anoniem registreren, zodat het bij ons bekend is.
mochten er meer meldingen binnenkomen met dit verhaal, dan kan het college misschien dan bij de minister aankloppen van, nou luister, er komen zoveel klachten hierover binnen, mm-hmm. over de mensenrechten die geschonden worden. Mm-hmm. Wat gaat u daaraan doen? Ja. Maar tot die tijd, ja, u bent een enkel geval. U weet ook niet tegen wie dat is. Dus ja, wij staan dan ook tegen de muur. Hoe bedoelt u, u weet niet tegen wie dat is? Hoe bedoelt u? Nee, ik vroeg aan u van wie... Wie het doet, de dader. Ja, dat kan zelfs... Ja. Ja, dat kan zelfs een ander land zijn die ons aanvalt. En dat maakt dit wel degelijk een nationaal gevaar. Maar dan mogen wij daar niets mee doen. Maar u gaat wel in principe over de mensenrechten en er wordt daadwerkelijk op grote schaal zwaar gemarteld. Dus, door wie is de vraag? Maar er wordt zwaar gemarteld in Nederland en daar moeten we wat mee. Want ik heb geen leven meer. Ik heb nu zwelling na zwelling. Ik weet ook niet hoe lang ik dit volhoud, mijn lichaam. Omdat het niet meer overgaat en je krijgt geen nachtrust meer. Ik word 6 nachten in de week. Elke seconde krijg ik pulsaanvallen. Dat is heel veel. En ik krijg 1 nacht in de week dat ik even kan slapen. U begrijpt dat mijn lichaam dat niet meer aan kan. Nee, dat snap ik. Maar ik hoop dat u ook begrijpt dat wij ook tegen de muur gaan staan. Ja. En wij hier niets mee kunnen doen. Dat is nu eenmaal de policy nou die wij opgelegd krijgen. En daar moeten wij het mee doen. Maar mag ik nog even vragen... Mag ik nog even vragen waarom u in dit geval niets met deze melding kan doen? Omdat het, u zegt dat het een nationaal probleem wordt. En daar mogen wij alles wat... nationaal is, mogen wij geen uitspraken over doen. Nee, u hoeft geen uitspraak te doen, maar u kunt wel zeg maar uw onderzoek gaan starten. En dat staat ook in uw taken. Dat als er mensenrechten schendingen dus plaatsvinden en op grotere schaal gemeld worden, dat u dus wel onderzoek kunt gaan doen. Ja, maar u bent de eerste die ik hierover hoor. Dus okay. Dan komen er meer mensen. Kijk, wij hebben met die EHS... daar hebben wij heel veel meldingen over binnengekomen. En daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Okay. Kijk, als u de enige bent, ja, dat spijt het me voor u. Maar dan dat ben ik niet, maar dan ga ik ook inderdaad adviseren aan mensen om dit te melden bij u. En dat zullen dus ook de mensen zijn die helaas al een label hebben gekregen dat zij psychisch niet in orde zijn. Ja. Dus ja, dat moet eerst veranderd, denk ik. Hoe maken we nog verschil tussen wat is een neuroaanval en wat is een psychisch gestoord persoon? Hè? Dat is ook. Ja, dat. Ja. Dat, wij zijn juristen en wij kijken alles naar de letter van de wet. Ja, dat is ook heel, heel goed. Ja. Dus u zegt tegen mij: van zoek de mensen bij elkaar als ik ze nog kan vinden. Als wij genoeg meldingen krijgen, dan kan het college er wat mee. Ja. En het beste kunt u een mail sturen naar info@mensenrechten.nl. En dan hebben we het gewoon ook uw mailadres en dat is het makkelijkste dan. Prima. En als u het dan heeft over aantallen, bij hoeveel aantallen zou het dan kunnen gaan lopen? Dat durf ik niet te zeggen. Dat is aan de afdeling van het beleid. Die gaat dan bekijken en die zegt van... Oké, nu zijn er zoveel. Nu gaan wij daar eens onderzoek naar doen. Dan gaat dat mijn advies worden. Dat durf ik niet te zeggen. Ja. Nee, maar dat is dus... Het gaat om de aantallen bij u. Wat al erg genoeg is. Want er zijn... Ondertussen hebben er ontzettend veel mensen al zelfmoord gepleegd. Ja. En omdat het zo ernstig is en ze kregen nergens gehoor. Ja. Dus er zijn er al een heleboel afgevallen. En ik hoop dat ik dan nu nog dat wat er plaatsvindt naar u toe kan sturen. En dat u daar dan ook gehoor aan geeft. Dat dit moet dat het onderzocht moet worden. En dat het. En ja, sowieso wordt dit dus een surveillanceverhaal, terwijl het invasief is in ons lichaam. Het wordt op ons brein gestuurd om gesurveilleerd te worden. Dus het is ook een gigantische privacy kwestie, hè? Ja. En ik zou graag willen dat jullie daar ook al... Want jullie gaan wel al mee in het AI-verhaal en
discriminatie door AI bijvoorbeeld. Maar dit gaat nog vele stappen verder. En ik hoop dat jullie daar ook in gaan verdiepen. En... Ja, maar nogmaals, daar hebben wij heel veel aanmeldingen daarvoor nodig. Ja. Nou, ik ga nu het gesprek afsluiten, is goed. Mevrouw. Is goed.